toch ook wel mooie dingen bouwen. Dat als je kan, later kan zeggen als je ergens voorbij rijdt van ja, hier heb ik aan meegeholpen. Waarom heb je gekozen voor de deeltijdopleiding civiele techniek en wat wil je ermee bereiken? Ik heb gekozen voor de deeltijdopleiding civiele techniek omdat ik graag werken en leren wilde combineren. Ik wilde graag 4 dagen in de week werken en daarbij ook mijn HBO-diploma halen. Civiele techniek omdat het best een variatie is in je werkgebied. Je kan alle kanten op, je kan richting techniek, je kan richting management. Dus je hebt gewoon heel veel variatie en keuze waar je uiteindelijk naartoe kan werken. Ik zocht eigenlijk meer iets in de praktijk en waar ik ook dingen ja, tastbaars ging maken. En toch denk ik dat ik vroeger al een beetje civiele techniek leuk vond. En door een tussenjaar bij een groot bouwbedrijf ben ik erachter gekomen en heb ik zo gehoord van deze opleiding bij de HAN. Ik vond altijd de bruggenbouw en de betonbouw heel interessant. In mijn stage heb ik dat ja, verder ontwikkeld en daarom heb ik civiele techniek gekozen. Wat wil ik met de opleiding bereiken? Nou, ik wil wel gewoon graag een bijdrage leveren aan het bedrijf waar ik dan werk. Toch ook wel mooie dingen bouwen. Dat als je later kan zeggen als je ergens voorbij rijdt van ja, hier heb ik aan meegeholpen. Het mooie is, omdat je dan de deeltijdstudie volgt en je werkt, je komt ook overal terecht, waar je uiteindelijk een keuze kan maken. Maar zoals het er nu naar uit, denk ik richting werkvoorbereiding of constructie. Ja, ik doe vooral eigenlijk mijn opleiding omdat ik toch mijn HBO-papiertje wil halen. Dat is toch, als je wil doorgroeien in je werk, is dat toch vaak heel belangrijk. Je wordt toch iets serieuzer genomen, je mag op iets ingewikkeldere projecten meedraaien. Ik wil doorgroeien naar projectleider. Ja, als projectleider ben je echt aan het managen, de hele projecten aan het managen. En dat lijkt me heel interessant.